Natuurfotograaf Johan van der Wielen laat zien hoe je die ene bijzondere natuurfoto maakt. We staan vandaag op de postbank. Ik wilde iets met landschap gaan doen. En de postbank is op dit moment natuurlijk prachtig met de paarse heide. En ik heb in de verte een dode boom gevonden die echt karakteristiek uitsteekt in dat landschap. En daar wil ik eigenlijk wat mee gaan doen. Dus ik heb een telelens genomen, we staan op grote afstand. En we gaan eens kijken waar we wat moois van kunnen maken. Ja, wat mij aan dit beeld opvalt eigenlijk is dat de boom eigenlijk steekt net tegen de horizon af. En eigenlijk vind ik het een beetje zonde. Ik zou het mooier vinden om die lucht er buiten te laten en te zorgen dat die boom als het ware onder die horizon terechtkomt. Dus ik denk dat ik even een paar meter omhoog ga staan. Dan komt die boom net wat meer naar beneden en dan gaan we eens kijken of dat shot net wat beter wordt. Ja, dit is een betere plek. Ja, ik pak juist een lange telelens op dit moment, omdat dan de andere kant van de heuvel, die komt wat meer naar voren. Je krijgt wat meer dat de lagen als het ware van de verschillende heuvels in elkaar gedrukt worden. En dat vind ik voor zo'n shot, zeker met die boom, wel erg mooi. Eens kijken of die hier wat beter uit de verf komt. Ja, wat we nu heel mooi zien is dat die horizon eigenlijk precies boven die boom terecht komt. Ik kan nu die hele lucht erbuiten laten. En dan zie je eigenlijk heel mooi die paarse kleuring van de heide die op dit moment zo mooi in bloei staat. Zie je heel mooi naar voren komen. En al die lagen worden in elkaar gedrukt. Dus eigenlijk wel, ja, dit is echt wel een beter shot meteen. Ja, we staan nu een stuk dichterbij. En je ziet nu dat die boom prachtig mooi naar voren komt. En dat er ook heel veel diepte in het landschap zit. Maar wat ik wat jammer vind, we hebben nu een hele mooie paarse hei, is eigenlijk dat stuk gras daarvoor en dat die boom nog enigszins zit vastgeplakt tegen die horizon. Net wilde hem juist van die horizon af en nu wil ik eigenlijk dat hij er bovenuit torent. Dus wat we gaan doen is door de knieën en dan gaan we hem nu van onderaf aan. Ja, nu zie je dat heel mooi die paarse hei, we zijn dat gras zijn we kwijt en die boom die steekt als het ware heel indrukwekkend boven die horizon uit. En een enorme groothoek gemaakt, die boom lekker indrukwekkend wordt. En dat we die paarse hei gewoon helemaal als een soort zee voor ons zien uitstrekken. Heb je ook een hele mooie foto gemaakt van de paarse heide of een ander mooi landschap hier? Ga naar buitengewoon.nl en zet ze op de site. Ik ben heel benieuwd.